Even kijken, godverdorie man. Ik zal niet zeggen dat Stekel rusty is, maar ik ben het op zijn minst. Welkom allemaal, dit is de eerste topnames weer, de eerste topnames na de zomerstop. We zoeken nog wat deed deze knop ook alweer. De techniek moeten we nog even. De techniek moeten we nog weer een beetje inkomen. Even een beetje inkomen, maar we doen ons best. De eerste uitzending van het tiende seizoen van topnames. Welkom allemaal. Welkom ook Las van Wieren. Las, je bent van startstart.com. Wat doen jullie? Ja, met Start helpen wij bedrijven door middel van feedback aan de juiste inzichten van hun kandidaten en hun werknemers. We meten als het ware from hire to retire, zoals we dat zo mooi noemen. Dus dat begint eigenlijk als je een kandidaat bij je binnenkomt, maar ook als je hem afwijst of als je een nieuwe werknemer onboordt. Het gaat om de medewerkertevredenheid en ook het exit interview. Dus eigenlijk al die verschillende stappen, die meten wij en die relateren we ook weer aan elkaar. Hey, kun je eens teruggaan naar het begin? Want als je het zo formuleert, dan denk ik dat er best veel andere bedrijven ook zijn die hetzelfde aan ons zouden kunnen vertellen. Maar jullie hebben op een gegeven moment bedacht, wij gaan dit doen en wij gaan het verschil maken. Hoe was dat begin? Waarom zijn jullie dit gaan doen? Ja, daar kan ik nu een heel mooi verhaal ophangen dat ik in één keer een epiphany kreeg om dit te gaan doen. Maar het gaat eigenlijk 7 jaar terug. Ik werkte bij Google hier in Amsterdam. En ik wilde gewoon echt ondernemen. Ik kom uit een ondernemersfamilie. En het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus toch besloten voor mezelf te beginnen. En ja, eigenlijk het eerste jaar had ik niet echt een idee wat ik aan het doen was. Ik had wel een halfbakken idee. En ja, na een half jaar hoorde ik ook dat we dan een SaaS-bedrijf, een software-as-a-service bedrijf zouden zijn. Ook nog nooit van die term gehoord. En wij begonnen eigenlijk in de klanttevredenheidshoek. Hè? Dus net promotorscore voor bedrijven. En het komt denk ik ook omdat het mijn eerste bedrijf is, maar we gingen er steeds meer bij doen. Dus het begon met klanttevredenheid, toen medewerkertevredenheid, support, feedback. Nou, het bleef maar doorgaan. En op een gegeven moment zaten we zo breed dat ja, we probeerden er voor iedereen te zijn, waardoor we er voor niemand echt waren. En 2 jaar geleden zijn we echt die focus gaan aanleggen. En toen hebben we hiervoor gekozen. Maar dat was wel een heel traject om daar te komen. Ja, maar goed, je had misschien niet die ene grote ingeving, maar er was wel een reden waarom je dit gaat doen. Vond je dat bijvoorbeeld dat het bij Google niet goed ging? Of waar zag je de mogelijkheden? Nee, dat is zeker waar. Dus toen ik bij Google werkte, deden we 1 keer per jaar het klanttevredenheidsonderzoek. En dan zei mijn manager, joh, het onderzoek gaat er weer uit. En hij is ja wederom belang. Dus bel even je klanten dat ze een half uur hun agenda blokken. Nou, en dan na 2 maanden kregen we zo'n vuistdik rapport per post. Dat lazen we 1 keer door. Nou, na 2 maanden lag er weer wat stof op dat rapport. En 1 jaar later, wanneer we datzelfde onderzoek deden, ja, was die klant ronduit boos. Zeiden ja, kijk eerst eens naar die resultaten van vorig jaar en dan help ik je wel weer verder. En toen dacht ik wel van, hey, wij zijn het nummer 1 techbedrijf ter wereld. Waarom doen we dit op zo'n ouderwetse manier? Toen kwam ik erachter dat de markt toch wel gedomineerd werd door grote onderzoeksbureaus die ook wel veelal per uur betaald werden. Dus ja, zo'n een groot onderzoek was ook wel in hun voordeel. En toen dacht ik van, laat ik een motto van Google meenemen. Dat was put the user first and the rest will follow. En toen ben ik alles vanuit de respondent gaan bedenken. Ja, en vertel eens hoe dat nu bij jullie in zijn werk gaat, anders dan, zoals je net vertelde, dat bij je vorige werkgever ging. Ja, dus we hebben, als je echt vanuit die respondent gaat denken, dan ga je eerst natuurlijk ook heel veel interviews afnemen. Dus ik heb heel veel familie, vrienden gevraagd van, joh, wat vind je nou vervelend als een bedrijf je om feedback vraagt? Daar komen eigenlijk altijd dezelfde dingen uit. Dus ze zeggen, ja, ik krijg zo'n uitnodiging, geachte heer, mevrouw, feedback is belangrijk, klik hier om het onderzoek te starten. Nou, het is alsof je een soort black box opent. Je weet nooit hoe lang je bezig bent. Elke vraag is verplicht. Het is veelal vragen naar de bekende weg. En je hoort er nooit meer wat van terug. Dus ja, dat waren de ingrediënten voor Start. En ja, daar plukken we nu echt de vruchten van. Want onze onderzoeken worden gewoon extreem veel ingevuld. Maar hoe heb je dat dan doorontwikkeld? Hoe gaat het nu? Waarom kost het mij nu niet zoveel tijd? Of heb ik wel het gevoel dat het zinvol is? Ja, nou, het begint bijvoorbeeld al bij de uitnodiging. We hebben gewoon heel veel getest. En als die komt vanuit iemand die ze kennen, als er heel veel elementen zijn die je herkent, dus die op jou van toepassing zijn, ook al is het geautomatiseerd, en als de belangrijkste vraag al in de e-mail staat,
dan ga je niet nadenken, hey, heb ik zin om dit onderzoek te doen? Ja, dan start je direct eigenlijk het onderzoek doordat je nadenkt over die vraag die gesteld wordt. Dus dat is eigenlijk al een hele slimme manier om te zorgen dat mensen direct dat onderzoek gaan invullen. En ook aangeven dat je echt wat met de resultaten gaat doen. Dus ja, wij dwingen zou ik niet zeggen, maar wij raden onze klanten ook wel aan om negatieve feedback echt op te volgen. Hey, en hoe vaak je zei van, hè, wat we destijds hoorden is van, je komt met dezelfde vraag en je hebt niks met de resultaten de vorige keer gedaan. Is daar ook een gevolg van dat je misschien af en toe kleinere vragen moet stellen? Dat je mensen niet moet overrompelen met lange lijsten? Wat is voor jou, en moet je niet gaan zeggen, dat is bij ieder bedrijf anders, want daar is een rode draad uit te halen. Wat is voor jou een goede manier om als bedrijf met je klanten om te gaan? Ja, het is een hele goede vraag en het komt eigenlijk neer op fit for purpose. Kijk, als jij, ik noem maar wat, als je op bol.com een stekkertje hebt gekocht en je krijgt een vragenlijst van 20 pagina's, dan zeg je van ja, dit slaat nergens meer op. Maar als jij in een sollicitatieproces hebt gezeten, je hebt 5 interviews gehad, je hebt nog een hele opdracht gemaakt en je wordt afgewezen, dan wil je dat ook wel kwijt. Dus dan vind je het niet erg om 10 minuten die feedback te geven. Dus wij raden onze klanten echt aan van joh, kijk echt van wat is de fit for purpose? En om een voorbeeld te noemen, ik stuur zelf naar mijn eigen werknemers elke vrijdagmiddag een vragenlijst. Dus dat heet zo'n wekelijkse puls. En ze krijgen gewoon een e-mailtje van, joh, 1 op 10, hoe was je week? Nou, ze hoeven alleen maar op een van die cijfers te klikken, dan is die score al verwerkt. En alleen als ze echt een rotweek gehad hebben, dan vragen we ook van, joh, geef even in een commentaar aan waarom het zo'n slechte week was. En op maandag koppel ik dat ook terug naar het team. Dus wij weten, er gebeurt echt wat en ja, we gaan met die feedback aan de slag. Dus als mensen ook het gevoel hebben van, hey, mijn feedback doet ertoe, dan vullen ze dat echt wel in. Ja. Hey, wij hadden een tijdje geleden, Bas Keunke van Impraise bij ons aan tafel. Ja. Ongetwijfeld bekend bij jou. Die hebben eigenlijk een platform waarbij ze dat functioneringsgesprek als uitgangspunt nemen. En dat vernieuwen, verbeteren. Het lijkt voor mijn gevoel een beetje op wat jullie ook doen. Hè? Dus jullie zeggen ook van hire to retire. Zij zeggen heel erg van, nou ja, je kunt met input van je medewerkers kun je bedrijf zo giga veel verbeteren. Alleen weet niemand hoe ze dat moeten doen. Waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de verschillen tussen jullie? Ja, hele goede vraag. Nou, we gebruiken elkaar als platform, dus we doen allebei iets anders. Bij ons is het echt feedback van de medewerker, dus veelal anoniem. En bij Impraise is het feedback over de medewerker. Dus meer het 360 graden functioneringsgesprek. Dus het schuift wel tegen elkaar aan. We hebben ook wel gesprekken van, joh, kunnen we die data op een manier ook verenigen dat je er nog meer inzicht uit haalt. Maar het is wel echt een hele andere ander vakgebied. Ja, en de essentie is wat jij zegt. Het, bij hun gaat het over de medewerker en bij jullie is het echt feedback van de medewerker. Ja. En als je dan claimt en je zegt van hire to retire, kun je dan ons een beeld geven hoe zeg maar over zo'n heel loopbaan van iemand jullie platform zo'n rol speelt en wat de waarde ervan is? Ja, nee, hele goede vraag. En dus we koppelen het eigenlijk ook los in 2 elementen. Dus eerst, het eerste deel is echt, dat noem je de candidate experience. Hè? Dus echt de feedback over het recruitmentproces. En het tweede gedeelte, dat is dan weer de employee experience als we daadwerkelijk aan boord zijn. Nou, dat tweede stuk, daar zijn al heel veel partijen. Er is ook best wel veel concurrentie. Bedrijven meten dat ook al jaren. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar Coca-Cola toe ga en zeg, dat wil ik voor jullie doen. Ja, dat is een heel lastig traject en daar kom ik niet zo makkelijk doorheen. Alleen dat eerste stuk, dat candidate experience stuk, dat is relatief nieuw. Dus daar werken we bijvoorbeeld wel voor Coca-Cola in 13 landen. En waar we hun mee hebben kunnen overtuigen ook, is van vooral al die mensen die je afwijst, daar zit extreem veel waarde in om je proces te verbeteren. Maar nog belangrijker in het geval van Coca-Cola, als je kandidaat ook je klant is, dan gaat dat je gewoon echt pijn doen als jij mensen op een lullige manier afwijst. En ze staan de dag daarna in dat schap, dan gaan ze geen Coca-Cola meer
kopen. En daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Het beste of het meest bekende onderzoek is van Virgin, van Richard Branson. Ja, er was een keer een slimme CFO, die ging eens even wat data met elkaar vergelijken. Die zag dat ze 120.000 mensen per jaar afwezen. En dat 6% direct hun abonnement opzij, omdat ze zo'n slechte ervaring hadden gehad. Ja, dat kostte 5 miljoen per jaar. Dus ze hebben dat hele proces omgegooid. En nu gebeurt het zelfs dat mensen die ze afwijzen, alsnog klant worden, omdat ze gewoon wel netjes behandeld zijn. Ja, we pakken even een vraag van Johan, die zich altijd enorm stoort, zoals hij zegt, aan bedrijven die de verkeerde advertenties plaatsen. En daar bedoelt hij eigenlijk mee, zoals hij in zijn volgende vraag zegt, die vragen eigenlijk altijd een jonge dynamische self-starter. Je kent de advertenties wel, je moet van alles en nog wat kunnen, terwijl ze uiteindelijk gewoon een saaie vervanger van Henk zoeken. Ja. Daar lopen jullie natuurlijk ook heel vaak tegenaan als je afgewezen kandidaten gaat interviewen. Nee, absoluut. Dus we zijn ook aan het kijken. Hè. Het liefste wil je dat elke kandidaat die natuurlijk je proces binnenwandelt, dat je die aanneemt. Dan heb je een perfect recruitment proces, ook aan de voorkant. Maar wij meten nu dus ook precies door van die 100 kandidaten die binnenkomen, hoeveel neem je er nou aan? En als jij voor elke persoon die je wilt aannemen, 300 kandidaten nodig hebt, dan gaat hier iets mis ook in die advertenties en dergelijke. Dus dat is eigenlijk ook wel op het moment dat bedrijven met ons beginnen. Die eerste week is eigenlijk best wel een schok. Want wat wij doen, wij sluiten ons systeem aan op hun recruitment systeem. En als jij iemand afwijst, dan halen wij bijvoorbeeld 24 uur later die feedback op. En een van de meest schrijnende voorbeelden wat we nu al een paar keer hebben gezien, dat de feedback is, best wel lullig dat ik via een feedbackformulier hoor dat ik ben afgewezen. Dus dan was de recruiter vergeten om die persoon af te wijzen. Ja, wij halen wel die feedback op. Dus wij kunnen dan ook wel vrij snel pinpointen welke recruiters hun proces niet helemaal op orde hebben. Ja, een vraag die we bijna altijd wel stellen, maar ik vind bij jou ook heel interessant. Wat was nou het moment dat je dacht, ik ga hier iets mee doen? Was het een slechte ervaring die je zelf had met een sollicitatie? Of waar valt dan dat kwartje om dit bedrijf te willen beginnen? Kijk, wat ik al aangaf, ik wilde hoe dan ook ondernemen. Dus dat ik ben gaan ondernemen, toen ben ik gaan rennen, toen zijn we steeds breder gegaan. Ja, dan kom je elke dag een concurrent tegen. Ben je een hele kleine vis in een grote oceaan waar je staart door de concurrent deed, het wordt afgebeten. Dus 2 jaar geleden zijn we met elkaar met het team gaan zitten. En toen zijn we echt eigenlijk gewoon lijstjes gaan maken van, wat doen we nu allemaal? En hoe is de concurrentie? Hoeveel klanten hebben we? Waar verwachten we dat de markt naartoe gaat? Hoe onderscheidend zijn we? En daar kwam kwam naar voren. Dus dat was ook best wel een gok. We hadden al best wel wat vaart als bedrijf. Veel klanten en meerdere kantoren. En toch hadden we zoiets van, om echt succesvol te worden, moeten we nu toch 1 stap achteruit zetten om er 2 vooruit te kunnen zetten. En dat doet ook ergens best wel pijn, want we worden nog steeds uitgenodigd voor de mooiste pitch trajecten, voor klanttevredenheid, customer support. Ze weten ons nog steeds te vinden. En daar zeggen we nu best wel hard nee tegen, omdat we echt een focus hebben. Dit is wat we gaan doen. Hier gaan we succesvol zijn. En bijvoorbeeld meer dan de helft van onze nieuwe klanten komt nu uit Amerika. En we verwachten dat dat nog veel meer wordt. Ik vind dat altijd wel leuk. Ik zeg het ook tegen Erwin eventjes. Ik denk dat als we het lijstje van mensen die we aan tafel hebben zouden verdelen tussen mensen die zeggen focus, focus, focus. En anderen die zeggen nee hoor, je moet juist zoveel mogelijk naast elkaar doen. En het elkaar laten bevruchten. Dat vind ik altijd wel interessant. Want daar zit toch wel een split tussen. Jij zegt eigenlijk focus, focus, focus. Het gaat niet samen. Ja, ik geloof ontzettend in focus. Want bedenk alleen al je marketing website. Als je geen focus hebt, wie ga je aanspreken? Dus wij hadden zo'n brede website dat mensen die kwamen er echt, die dachten, ze doen heel veel, maar ik weet niet wat ze doen en of ze iets voor mij doen. En omdat we nu die focus hebben aangebracht, en weet ik bijvoorbeeld dat, wat ik al zei, we integreren met bepaalde recruitment systemen. Nou, er is 1 heel groot systeem in Amerika, Greenhouse, waar bijna alle techbedrijven op zitten.
ja, daar hebben we zo'n diepe integratie mee. Dat ik weet nu zeker dat als jij Greenhouse gebruikt en je wil feedback over je recruitmentproces, dan zijn wij de enige serieuze partij in deze wereld waar je naar kan kijken. En dat weet Greenhouse nu ook, dus die sturen al hun klanten ook naar ons door. Dus het is meer van, ja, wil je inderdaad die kleine vis in die oceaan zijn, waar je elke dag een nieuwe concurrent tegenkomt? Of wil je een grote vis in een kleine vijver zijn, waarbij je altijd nog je vijver groter kan maken of naar een andere vijver kan overspringen? Ik denk echt dat het laatste moet zijn. Toch wil ik ook even van, jullie schrijven het zelf op je website, Lars, van hire to retire. We hebben het nu steeds maar over hire. Wat doen jullie aan de achterkant van dat proces? Zeg maar tegen de tijd dat je gaat retiren. Ja, ja, nee, dat is natuurlijk. Er komt een moment van aannemen en van afscheid nemen. Nou, wat wij nu zien is dat bedrijven wel exit interviews doen. Maar dat is meer een gesprek met de manager. En die haalt er ook net de punten uit die wil horen. En dat koppelt hij ook terug naar het bedrijf. Hè. Het lag ook allemaal niet aan ons. Dus we willen eigenlijk veel meer dat meningen data worden. Dus dat je eigenlijk dat exit interview kan je nog steeds gewoon een gesprek met een persoon hebben. Maar dat je samen eigenlijk die vragenlijsten invult. Van joh, was het te voorkomen geweest? Hè? Zie je jezelf hier nog in de toekomst werken? Nou, er zijn allemaal dat soort vragen. En wat we dan vooral willen doen, is al terug gaan kijken. Van hey, is er iets gebeurd tijdens de onboarding? Is dat sollicitatieproces wel goed geweest? Door wie is die geïnterviewd? Als je bijvoorbeeld ziet dat er na 2 jaar dat elke sales manager gillend wegloopt. Ja, dan is het blijkbaar, ligt het echt niet allemaal aan die sales managers. En dan wil je eigenlijk terug gaan kijken van, hey, hoe zijn deze personen binnengekomen? Is het via een bepaalde recruiter geweest? Dus op die manier willen we eigenlijk dat hele proces meten. En wat ik aan het begin al zei, het is voor ons nu wel makkelijker om een voet tussen de deur te krijgen bij allemaal grote bedrijven voor dat kandidatenstuk. En dan pakken we het andere stuk op een later moment mee. Als je op jullie blog kijkt, kom ik onder meer een aantal artikelen tegen over artificial intelligence. Daar willen jullie kennelijk een verhaal over vertellen. Welke rol speelt artificial intelligence bij jullie dienst? Ja, ik kan nu een heel mooi verhaal over machine learning, artificial intelligence en dergelijke. En dat ons hele product daarop gestoeld is. Nee, dat is dat niet. Nee, je merkt, ik ben er altijd heel eerlijk in. Je merkt dat het toch nog hele grote buzzwords zijn. En aan de ene kant dat weinig bedrijven er al echt iets mee kunnen. Dus het staat echt in de kinderschoenen. Maar je merkt ook als je het bij pitchen voor grote bedrijven, als je het er niet in vermeldt, dan is het ook weer een soort dissatisfier. Van, hoezo doen jullie niks met artificial intelligence of machine learning? Dus we hebben er wel hele duidelijke ideeën over voor de toekomst. We zijn ook druk bezig om daar een grote subsidie bij de EU voor aan te vragen. Maar ja, dit is nog zo'n nieuwe markt. Wat ik net al aangaf, dat we nu wel echt voorlopen wereldwijd. Ja, wat we nu doen is al meer dan genoeg en helpt bedrijven al precies waar ze geholpen moeten worden. Een andere blogpost die ik tegenkwam ging over Zapier, de dienst waarmee je diensten aan elkaar kunt knopen en werkprocessen kunt automatiseren. Zegt dat iets over de doelgroep die jullie bereiken of willen bereiken? Want hoewel het in bepaalde kringen Zapier een bekend begrip is, zijn er meer mensen die niet weten wat het is. Zegt dat iets over jullie doelgroep? Ja, absoluut. En het zegt ook, het zegt enerzijds iets over de doelgroep, maar ook anderzijds over het type product dat we hebben. Kijk, als jij bijvoorbeeld medewerkertevredenheid, ja, dat kan je met droge ogen als groot bedrijf 1 keer per jaar stuur je zo'n onderzoek uit. Ja, dan hoef je echt niet allemaal moeilijke integraties te maken. Dan heb je gewoon een Excel-bestand, Jantje, Pietje, Klaasje, en dat stuur je uit. En dat hoef je verder niet heel lang bij stil te zijn staan. Maar als het om feedback over het recruitmentproces. Ja, je hebt elke dag, zeker als groot bedrijf, duizenden nieuwe kandidaten. En als jij 1 keer per maand die feedback ophaalt, ja, dan is het helemaal niet meer top of mind. Dan denken ze, wat was het ook weer voor bedrijf? Dus je moet dat enerzijds integreren met die systemen, om te zorgen dat het niet vergeten wordt. En anderzijds ook om te voorkomen dat recruiters denken, oh ja, stuur deze maar even geen uitnodiging, want ik weet al wat het antwoord is. Dus je wilt dat die data zuiver is. En je wil ervoor zorgen dat het niet vergeten wordt. Dus wij zien gewoon dat als we geen goede integraties hebben,
ja, dan is het eigenlijk al kansloos. Dus daar leggen we echt een hele duidelijke focus op. Nou, je vertelde net als antwoord op een vraag van mij over focus, vertelde je dat jullie veel in de Verenigde Staten inmiddels doen. Ook doordat je goed geïntegreerd bent met een aantal recruitment pakketten die de techbedrijven daar gebruiken. Ja. Johan Schaap stelt daar een vraag over. Die vraagt, wat zijn de verschillen in landen? Hoe doe je dat internationaal? En dan voeg ik daaraan toe, we hebben het daar vaak over hier aan tafel. Weet je, cultuurverschillen in landen. Ik kan me voorstellen dat afgewezen worden bijvoorbeeld voor heel veel mensen een reden zou kunnen zijn in een andere cultuur om juist niet mee te willen werken aan een onderzoek. Hoe ga je met die cultuurverschillen om? Ja, nou, sowieso natuurlijk een heel groot cultuurverschil in sales en sales aanpak. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld 4 jaar geleden naar Londen verhuisd. Een week na de Brexit, je wil me niet, dus hier ben ik. Dus ook om start in Londen op te zetten. En waar ik al in Londen snel achter kwam, was dat, daar is ook een mooi spreekwoord voor, of gezegde van, the Dutch are too direct to be polite and the British are too polite to be direct. Dus daar zit wel een hele duidelijke mismatch als je ook zaken met elkaar doet. Dat, ja, wat ik als koopsignalen beschouw, dat zijn daar de signalen van, ga alsjeblieft weg en mail en bel me nooit meer. Dus dat is een heel groot verschil. Als ik kijk naar de US, ja, de US, daar gaat het heel erg over. Oké, maar wat is de return on investment? Dat is heel belangrijk. En wel snel schakelen en heel snel beslissen. En als je een goed product hebt en je maakt ze succesvol, dan blijven ze ook heel lang. Maar ja, breng je niet genoeg waarde, dan word je er ook direct weer uitgegooid. Dus dat is sowieso een groot verschil in zaken doen. Wat wel heel fijn is aan de US, is ook in tijden van pandemieën, dat ze echt wel gewend zijn om gewoon remote heel veel geld uit te geven. Dus ze sluiten makkelijk een deal van 20.000, 30.000 dollar zonder dat ze je ooit gezien hebben. Dus dat helpt zeker. En ja, die verschillen verder qua bijvoorbeeld in feedback, we zien wel echt hele duidelijke verschillen. Maar wat we dan doen is, dan werken we met benchmarks voor dat land. Dus dan kunnen we wel zien van, oh ja, in Nederland, wat in Nederland een 8 is, dat is in Peru is dat een 10 bijvoorbeeld. Dus die verschillen, dat halen we er ook uit. Je noemt nu Peru naast de Verenigde Staten. Als het over focus gaat, maakt het verder niet uit waar de klanten zitten, of is de Verenigde Staten voor jou nu het belangrijkste land? Het is meer in die zin het makkelijkst. Hè. Het vergt best wel wat van mijn team, want we zijn weg uit Londen, we hebben alleen nog kantoor in Amsterdam. Dus het zorgt er wel voor dat we toch wel veel in de avonden met Amerika aan het bellen zijn. Dus wat dat betreft zijn we ook aan het kijken van, joh, zonder dat we nou echt kantoren gaan openen, kunnen we ervoor zorgen dat we in elke tijdzone in ieder geval iemand hebben zitten. Maar qua focus, ja, wat ik aangaf, hè, we gaan met die integratie, zijn er gewoon een paar systemen waar we zo hard gaan. We hebben ook klanten in Singapore en Australië, dus dat maakt eigenlijk niet uit. Als we maar wel weten van, oké, we zijn de beste oplossing voor hun, want dan blijven ze ook. En dan ja, kunnen we ze ook makkelijk converteren naar klanten. Dus ja, goed punt van Johan Schaap, vind ik althans. Die bemoeit zich er altijd mee. Die zit de hele tijd in vragen te stellen. Jij dat zo zegt, hè? Is COVID-19 misschien ook iets wat het makkelijker maakt om internationaal zaken te doen en remote zaken te doen? Omdat eigenlijk niemand meer van je verwacht dat je een kantoor hebt of op een bepaalde plek werkt. Helpt dat op dit moment? Ja, zeker. En zeker voor grote bedrijven. Kijk, die techbedrijven die zijn al gewend om dingen remote te kopen en het te testen en te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld vorige week Hitachi in Orlando is een nieuwe klant van ons. Ja, die zouden anders, pre-COVID zouden die niet zo snel met een partij uit Amsterdam bellen, een paar calls en hun creditcard er doorheen halen en klant worden. Dus daar zien we wel echt een kentering. Ik wil zeggen dat COVID was voor ons wel was niet ideaal in het begin. Dus recruitment is altijd de eerste markt die toch wel een harde klap krijgt. Ook wel de eerste markt die herstelt. Maar wel één, nou, ik zal het niet een grappig iets noemen, maar wel een opvallend iets. Wat wij zagen, ja, toen die 30 miljoen mensen in Amerika werden ontslagen,
Er zaten heel veel contactpersonen van ons tussen. Dus ja, dat was wel even van, hey, er is niemand meer. Maar die duiken nu weer allemaal op andere plekken. En een van de eerste dingen die ze doen is ons bellen van, hey, we hebben toen zo fijn samengewerkt. Stuur maar weer een voorstel. Dus we zien daar nu toch wel, ja, toch ergens nog wel het voordeel van. Ja, je zei net, we zitten niet meer in Londen. Was dat, is dat uiteindelijk toch door dat cultuurverschil? Is het toch een te ingewikkeld land? Het is sowieso een ingewikkeld land. Brexit hielp ook niet mee. En op een gegeven moment hadden we Londen wel redelijk goed op de rit. Maar eigenlijk vanaf de zomer van 2019 zagen we een hele scherpe daling. Toen ben ik ook met allemaal andere ondernemers gaan bellen van, hey, jij zit ook in Londen, wat zie jij nou? En ik hoorde eigenlijk wel breder het verhaal van, ja, wij zien het ook niet meer gebeuren. Ons team werkt bijvoorbeeld vanuit Londen op Amerika. En het was niet dat wij corona zagen aankomen. Maar eigenlijk eind vorig jaar voelde je al een beetje in de markt van, hey, er zit een kentering aan te komen. Er was een artikel op de New York Times. En de titel was, Silicon Valley is trying out a new mantra and it's making a profit. Oftewel, het ging altijd alleen maar om groei. Maakte niet uit hoeveel je uitgaf. En voor het eerst gingen ze zelf in Silicon Valley om kijken van, hey, is dit eigenlijk wel een gezonde business? Het kwam natuurlijk door veel beursgangen die mislukt waren. Nou, het WeWork-debakel kwam er overheen. Dus wij voelden eigenlijk eind 2019 al van, oeh, er kunnen wel eens iets lastigere tijden aankomen. Dus we zijn onze kosten al best wel gaan terugbrengen. Ja, en dat was natuurlijk in maart bleek dat een goede keuze te zijn geweest. Ja. Johan stelt nog een vraag aansluitend op wat jij zei. Hè? Dat je in een markt zit waar je het eerste klappen ziet en misschien ook het eerste wel weer herstelt, zoals je zei. Hij zegt, jullie zijn een goede thermometer van de economie. Waar staan we nu? Waar staan we nu? Nou, je ziet, we zien het wel echt weer aantrekken, ook qua het aantal feedbackverzoeken dat eruit gaat. Dus je ziet dat bedrijven weer aan het aannemen zijn. Wij tracken ook van hoeveel open rollen zijn er nou. Dus je zag in de maanden april, mei kwam dat echt tot stilstand. En je ziet dat hard aantrekken. En eigenlijk misschien in Nederland nog wel ergens het hardst wat ik afgelopen week zag. Dus ja, waar staan we qua economie? Aan de ene kant denk ik van, het kan niet zonder gevolgen zijn geweest dat we aan de noodrem van de economie hebben getrokken. Aan de andere kant zie je dat er worden gewoon bezoekers geld tegen die markt aangeschoten. Dus het is meer dat de rekening bij mijn dochters wordt neergelegd, denk ik. Maar dat we korte termijn of de komende jaren eigenlijk wel goed zitten. Ze verwachten dat de economie komend jaar ook weer met 3% groeit. Dus het is over AI, hè, is toch wel veel artificial money wat erin wordt gespoten. Maar we zien wel echt de kentering dat het de goede kant op gaat. AM, artificial money. AM, ja. Mijn laatste vraag, Lars. Jullie zijn ook geselecteerd voor de TechLeap Rise. Een van de nogal prestigieuze programma's hier in Nederland. Met veel grote namen erachter. Heb je daar wat aan gehad tot nu toe? Ja, ik vond het echt weergeloos, moet ik zeggen. Dus het is TechLeap vanuit de overheid is dat geïnitieerd met Prins Constantijn als grote aanjager. Je had altijd wel de Startup Delta en er waren best wel wat initiatieven vanuit de overheid om de Nederlandse tech scene verder te helpen. Maar er zat toch eigenlijk altijd weinig geld achter. Net niet altijd, denk ik, de allerbeste mensen en ook niet het mandaat kregen ze mee. En begin van het jaar was ik bij die opening van TechLeap. Mark Rutte was daar, Mona Keijzer. En je voelde echt van, hey, ze hebben naar Nederland gekeken. Als je Nederland eigenlijk oppakt en op Silicon Valley legt, lijkt het best wel op elkaar. Er is eigenlijk geen reden waarom wij niet de volgende Silicon Valley zouden worden, kunnen worden. En ja, dus dat TechLeap Rise-programma met de 10 startups die daarvoor geselecteerd werden. Ik heb me daar direct voor ingeschreven. En ja, het was een fantastisch programma met mentoren als Pieter van der Does en Michiel Muller van Picnic en Gillian Tans van Booking. Dus het was echt indrukwekkend, zowel... Het is indrukwekkend, weet je, van Steven Schuurman van Elastic tot inderdaad de tans van Booking.com. Maar mijn vraag is eigenlijk, wat heb je er dan heel concreet aan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, ze helpen nog steeds met allerlei introducties bij bedrijven, bij investeerders.
Bijvoorbeeld vrijdag ben ik weer uitgenodigd voor een hele dag geleid door McKinsey, waar we echt naar een internationale go-to-market strategy gaan kijken. Dus het blijft eigenlijk constant aan. Dus ja, ik vind het gewoon een hele fijne groep. Ook als ik met vragen zit, dan kan ik nog steeds naar die mentoren toe van hey, hoe heb jij dit gedaan? Wat raad je me aan? Dus het brengt wel het Nederlands ondernemerschap, het krijgt veel meer impuls hierdoor, dat weet ik zeker. Mooi, Lars, ontzettend bedankt en veel succes. En Stekel, ik moet er nog eventjes op een gegeven moment weer de balans opmaken of we na die 10 jaar nog doorgaan. Maar anders spreken we elkaar, als we doorgaan, spreken we elkaar zeker weer. Lars, sowieso, wij geven ergens in mei of juni, de datum volgt binnenkort. Dan gaan we ervan uit dat dat weer mag qua COVID. Geven wij dat grote 10-jarige feest. En dan hopen we jou in levende lijven in ieder geval te kunnen ontmoeten. En voor nu echt heel erg bedankt dat je onze gast wilde zijn hier. Okay, heel veel dank. Heel veel dank en voor de goede vragen ook. Hoi. Hoi. Moeten we ons eens